Je kijkt naar het scherm en ziet alles gebeuren. Een wereld ver weg wordt de wereld dichtbij. Een blik op het leven, een wereld vol kleuren. Samen in beeld. Meneer de Vries, u komt even naar onze molen bekijken. Ja. Nou, dat vind ik heel fijn. Deze molen, dat is de Wirremeulen ten Boer. Hmm. En dit is eigenlijk nog de enige molen die over is, die staat aan het Damsterdiep. Vroeger hebben, u kunt dat hier ook zien, dat is een kaart, van Groningen tot aan Delfzijl stonden 33 molens. 33. En dit is de enige die nu nog over is. De Wirremeulen. De parel aan het Damsterdiep, zeggen we altijd. En dit is een korenmolen. Maar hij is gebouwd in 1839. Is hij gebouwd als pijlmolen. Hij heeft hier jarenlang gestaan zonder wieken, zonder stelling. Als een grote grijze peperbus, noemen we dat. En had helemaal geen functie meer. Maar het is nu allemaal weer in de oude glorie is het hersteld. Dan, ik kan u boven alles laten zien. En dat doen we even met de lift. Want u bent niet helemaal goed ter been. En dan hoeft u niet die trapjes op, dus heel steil. Dan gaan we lekker met de lift, want dit is een molen die heeft een lift. En dat is heel zeldzaam. Ja, dat is zeker zeldzaam. Ja. Dus dan laten we straks even zakken. En dan gaan we samen even omhoog. Lijkt u dat wat? Kijk, we zijn nu hier. We zitten nu hier. En dit is de stellingzolder, of de maalzolder. He, buiten heb je de stelling. Nee. En hier wordt het meel opgevangen. Hierboven liggen de stenen. Daar wordt het graan gemalen. Hier wordt het graan, of het meel opgevangen. Volkoren meel. Dit zijn de oude molenstenen, die werden aangedreven door de motor beneden. Die heb je gezien. Ja, als u hier zo overheen voelt, kunt u dat? Kunt u dat ruw, hè? Ja. Dat is heel ruw. Nou, daardoor, dit zijn kerven. En het graan wat hier dus tussen valt, het wordt fijn gewreven, komt er aan de buitenkant uit. Nou, die bovenkant van de molen, dat is de kap. En die ligt los op het witte molenlijf. Die kap die kunnen we helemaal draaien. En dat doen we hiermee. Zo. He? Want als de wind daar vandaan komt, dan moeten daar ook de wieken staan. Ja. Anders dan draait de molen niet. Dus nu gaan we even een stukje kruien. En dan draait die kap een stukje rond. Dus dan kun je wel zien, ook aan de staart, dat die naar een andere plek toe gaat. Hij ziet er wel dat het beweegt. Ja. Zie. Dat zou je. He, dan zetten we gewoon de stenen uit het werk. Ja. Er ligt nu geen zeil voor, het is helemaal open. Nee. Nou, de wind die komt van die kant, maar dat waait niet veel. Nee, dus als we nou willen draaien, dan moeten we wel een zeil ervoor rollen. En dat laat ik nou even zien hoe dat werkt. Maak ik eerst wat touwen los. Zo. En dan klim ik omhoog om het zeil eraan vast te maken. Ja.
de vang. En als ik hier aan trek, deze ketting, dan gaat die stok die gaat naar beneden. En dan binnenin gaat er een zware balk omhoog. En die zorgt ervoor dat het bovenwiel vrij komt te lopen. Kijk, dan begint hij al. Tijdens de 80-jarige oorlog, toen waren hier allemaal de Spanjaarden. En die wilden we toen graag weg hebben, verjagen. En de prins van Oranje, die gaf toen opdracht van bij alle steden waar een heleboel Spanjaarden omheen zitten te belegeren. Laat die molens gewoon draaien, want dan denken de Spanjaarden van, och, de molens draaien nog, dus we hebben eten genoeg. Het Ripste Licht, dat is een verhaal van mevrouw Huizinga Onnekes. En die heb ik nog in eigen woorden onthuld, zeg maar. Er was eens een keizer die boos was over de hele wereld. En hij wil ons land er ook nog bij hebben. Er moesten 12 nije wetten opgeschreven worden door 12 knappe kerels. Maar die wilden dat niet doen. Hun wetten van vrouwgetied waren heilig. Er waren zelfs huile wijze spreuken bij, die erg van boeken leerde haar en zo opzeggen kon. En daarom won ze geen nieuwe landwetten en zeker niet van die keizer, Karel de Grote. Ze kon hem ja niet eens. Nee, ze deed niet. Dan moesten ze maar dood aan de keizer. Ze kon keizen. Kap eraf. Leven begroben worden, al met een schip zonder rouwer naar zeetouw. Ze kozen voor het laatste. Zonder mast, anker en rouwer werden ze op pad stuurd. Vanuit Riep, Zeeriep, dat douw nog aan zee lag. Waar zon ze te landen komen? Er stak een zware storm op. Zo hard had je nog nooit waard. En manlui kwam in grote nood. Het werd al slimmer. Elk ogenblik kon het schip uit kan vallen en verhongen. Als de van kerels zei, alle goden laten ons in steek, zal wie nou dit maar tot Jezus bidden? Als een koppel armen schoten, kropen ze binnenkander voor in het schip. En in een stond door een man op het achterdek, met helmstok in hand. En hij begon te sturen, regelrecht, tegen sterven men. Waarom? Nog vaste waal. Eenmaal in Riep sprong het 13e man van schip af. Poten zijn helmstok in grond en was zomaar verzwonnen. Het kromhout begon te branden. En dat is nooit meer uitgegaan zolang Riep aan zee liggen had. Het spooklicht was zo groot als schoof van het langste stro. 12 mannen hadden begrepen dat ze het nooit gauw doen hadden. En hem nou gauw toch die nieuwe landwetten op papier zet. Maar er wel duidelijk bij schreven dat Jezus boos was van wereld. Alles veranderde. Zeeweland, de gruide koren, eerappels en buiten. Geen enkel schip kwam nog in Holm van Riep. En daar is het Riepste Licht vanuit hemzelf uitgegaan. Maar dan kwam duivel en daar het licht wel weer aanstoken. En wat gebeurde er dan? Een schipper dacht
dat een boken was. En voerde de regelrecht op aan. Leed schipbreuk. Maar ook dit ging weer voorbij. Wat is er nou nog van overbleem? Op duistere ooms en in stille nachten is de liefde lichter nog wel. De ben zo schoon dat ik leest nog zijn hebben. Goedendag, ik ben Andries Broekhuis. We zijn hier bij Avico Rixona in Warffum. We maken hier aardappelgranulaat. Dat doen we van aardappels die hier van het veld afkomen naar de buurt. Wordt gebruikt in de snackindustrie. De snackindustrie, dat zijn echt de lekkere zakjes chips die in de winkel liggen. Het proces dat gaat van de aardappelontvangst. De aardappelen worden gewassen. Na het wassen gaan we de aardappelen koken, blancheren. Daarna komt er in het droogproces, komt er in een torendroger. Uiteindelijk blijft er nog zo'n 9% vocht in de aardappel zitten. En dan hebben we een mooie goudgele aardappelpoeder, wat wij verkopen dus wereldwijd. Ik zal zo met meneer Baar even door het proces heen lopen. Hier komen de aardappelen binnen. En hier de aardappelen komen, auto's komen allemaal hier over de wegbrug. Gaan ze hier naar binnen, dan kunnen we ze starten in de startbak. Kunnen we wel eens even gaan kijken? Ja, dat lijkt me een hotel. Ja? Ja. Gaan we dat doen? Lekker grof. Dit is een mooie grof hier. Ja. Ja. Er zit nog wel een beetje loof in, daar hebben we wel een beetje last van in de fabriek. Ja, dat zijn we wel. Ja. Maar dan zou ik de jongens er wel weer doen en over de egelbanden van dat er wel weer doen. Ja. Hier in de aardappelontvangst. En hier worden de aardappelen bemonsterd. Hier wordt de tarra bepaald van de aardappelen. Het onderwatergewicht wordt hier bepaald van de aardappelen. Het suikergehalte wordt hier bepaald van de aardappelen. Van elke vraag die binnenkomt, nemen we het monster. Een mooi netje vol aardappels. Wordt hier aangehangen voor het onderwater, voor het gewicht. Daarna gaat hij in de bak voor het onderwatergewicht. Zo gaan we alle vrachten bemonsteren. Dit zijn onze heerappels. Die zijn nu allemaal even mooi van boekenkaart. Maar op zich doet dat voor ons niet zoveel. Alle zaden is er wel om. Er zit geen grond meer aan. En alle stukjes die er nog aan zitten, zware stukjes, dat gaat er allemaal op de zeef, want dat er wel weer rood. Maar alles wordt nog weer zeefd bij ons in de fabriek. En als we zo'n heerappel de midden snijden. Dit is een kroghoofd. Ja, nou, dit zijn op zich mooie heerappels hoor. Kijk, mooie witte heerappels. Ik ben hier op de controle komen. Hier zitten de procesoperators, die zitten hier zo. En daar jongens, die letten erop dat de fabriek 25 uur per dag in topconditie is. Die jongens die zorgen ervoor dat de heerappels binnenkomen. Dat ze goed wassen worden. Dat ze goed verwerkt worden. Kan je wel gewoon je doen. Ja, dat kun je doen mooi zo op de schaap. Dat kunnen de jongens in de rode en wat camera beelden. Hoeveel personeel werkt hier? Deze mannen die werken met 2 of 3 man en dat gaat 25 uur per dag door. Dus ik heb dat de jongens hier s'nachts met 2 man binnen. Ja. En dat draait de halve fabriek door. Ja. En als er wat scheelt in de rode, kriegen ze wel een alarm binnen. Wat dat betreft is het ook nog heel gemakkelijk voor de jongens. Ja. Alles wat fout gaat, krijgen ze een alarm van binnen. Ja. We zijn hier op de verpakkingsafdeling. We hebben hier de 25 kilogram machine. Die verpakt ons product in zakken van 25 kilogram. En dat gaat helemaal volautomatisch. En zo'n 12 ton per uur kunnen we in zakken opzakken. Dat hier door de metaaldetectie heen, over de weegbandje heen. En dan wordt het daar met een robot wat automatisch gestapeld op de pallet. To keep my hands on myself. Bedankt voor de goede rondleiding. Ja en graag gedaan. Het was weer leuk om dat even kennis te maken. Ja. Hartstikke bedankt. Nou, goede reis. Ja.
Dank u. Hoi.